Hey lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik heb heel veel zin in deze video, want ik ga voor jullie een nieuwe dagboodschappen shoplog opnemen. Plus de budget challenge die ik nog steeds doe en die ik gewoon lekker blijf doen. Zit geen termijn aan vast, maar ik heb er wel zin in. Want ik heb weer boodschappen gehaald, niet zoveel, maar goed, het is een dagboodschappen shoplog. En mijn doel is om iedere dag boodschappen te halen onder die 10 euro. Het is me gelukt. Het is me echt gelukt, want ik heb nog 1,50 euro, 60, 70, 1,80 euro over. Ik ga jullie gewoon even laten zien wat ik heb gekocht. Ik ga de camera omdraaien, dan kunnen jullie meekijken. Let's go! Laten we beginnen met de allerhande mix van koekjes van de Jumbo. Deze heb ik gehaald. Staat er ook op wat er allemaal in zit? Wacht. Nee. Maar dit zijn dus chocoladebiscuitjes, chocoladekoekjes. Er zit dus chocola mee. Deze, daar wist ik ooit de naam van. Ik weet ze niet meer, wat erg. Hier zitten amandeltjes op. Hier hetzelfde bokkenpootjes. En dit is hetzelfde als dit. Oh nee, er zitten andere op. Ah nee, stukjes volgens mij. Deze was, even kijken, want ja jongens, ik heb de bon. Waarom staat die er nou niet tussen? Of kijk ik nou verkeerd? Oh hier, 1,75. Deze was 1,75 een yoghurtje fruit aardbei voor Robin, want ze hadden die andere niet, dus ik heb deze meegenomen. Kijk, hier zit heel veel fruit in, meer suiker denk ik. Deze was 85 cent en dan heb ik hier vissticks. We krijgen vanavond weer gezellig iemand om mee te eten, dus ik dacht visstickjes is wel erg lekker. En de, ik moet niet ze. Nou, lekker. De vissticks waren 1,64 voor 15 stuks. Toppie. Dan gaan we verder. Ik heb namelijk, ja, ik heb niet zoveel zoals ik al zei, koffiecupjes. Dit zijn twee rijen met cupjes. Even kijken hoeveel er zijn. Staat dat op? 20 van deze. En die waren, even kijken, 37 cent. Lekker goedkoop. Top. En dan hebben we nog aardappeltjes. Ik heb een kilootje gehaald. Dat is echt zat. Want anders blijft het weer liggen. En een kilo aardappels. Even zoeken. Die kost 1,80 euro. Dus dat is ook lekker goedkoop. Dan als laatst heb ik hier een pot van Goedland. Deze is van de Aldi. Die was 81 cent. Ik weet eigenlijk niet waarom ik hem niet bij de Jumbo heb meegenomen. Maar goed, deze is dus van Aldi. Die staat dus niet op de bon. En dan heb ik nog over 1,50, 70, 1,80. Nou, helemaal top. Gelukkig, want ik heb mijn boodschappen en ik heb nog ik heb boodschappen gehaald onder die 10 euro. Echt super chill. Ik ga het eventjes opruimen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Maar ook voor alle abonnees. Ik ben jullie zo dankbaar. Ik zit inmiddels op de 285. Oh my gosh, ik kan het niet geloven. Ik ben zo mega blij. Ik zou zeggen, blijf lekker door abonneren. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik ga namelijk nog iets leuks doen. Maar dat zien jullie waarschijnlijk vanmiddag op mijn kanaal verschijnen. En ja, ik hoop dat jullie allemaal blijven door abonneren. Ik zou het super vet vinden. Nou, bedankt voor het kijken en tot een nieuwe video. Doei! Muah!